De nieuwe destijds hier te krijgen. Die stond volgens mij precies op het andere hoekje ongeveer. En nu zijn we 4 jaar verder. En toen kregen we, halverwege de zomervakantie, kregen we een beetje reuk van, die Scania die komt er toch wel aan. En als Jos nog een heel goed geheugen hebben, en als ik zeg Jos, dat is Jos Leerkens van Scania. Voor 2 jaar terug hadden we een dealerdebat op het podium hier. En toen heb Jos mij wat beloofd. Nog iets wat van een, de oudere series aan, zeg maar. Nee, Jan, de auto is compleet nieuw, van binnen en van buiten, compleet nieuw ontwikkeld. Overigens noemen wij dit de NGS, de nieuwe generatie Scania. Het S500, dat staat voor de nieuwe cabine die erbij. Noviteiten, we hebben een nieuwe hydraulisch gestuurd voorlopers. Ja, ik kan nog wel een uurtje doorgaan, dat ga ik niet doen. Ik wil iedereen uitnodigen, de auto gaat zo los. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, te ruiken, te proeven. Kijk aan, dan pak ik het woord even over. Je riep net van NGS type. Kijk, in de volksmond is het nu vaak staat. Even denken, wat wou ik nou vragen? Ja, dus zijn we van Scania zijn we gewend het bekende V8 geluid. Nu wordt alles steeds stiller, zuiniger, minder rookuitstoot, noem maar op. Kunnen we hier nog wat verwachten van een leuke sound? Nou, Scania blijft ook de V8 motoren gewoon leveren en het typische V8 geluid blijft gewoon aanwezig bij de V8 motoren. Die start hem, dan weten we meteen hoe die klinkt. De betonpomp, en dat is gelijk aan de overkant hier, er staat een enorme groot stalen gevaarte dat u denkt van wat moet dat voorstellen. Er staan een aantal betonmixers voor. Daar gaan we zometeen een demonstratie van laten zien. De mixer van Muske die draait al, die maakt de model al klaar. Daar gaan we zometeen een mooie demo van geven. Maar ondertussen heeft Jas het voor elkaar gekregen om het alarm er geloof ik af te krijgen. Dan knippen we nog wel een lampje, Jos. Ik knip het nog wel, maar... Okay. Is het nog een oud contactsleuteltje of is het ook al met allerlei knopsystemen? We hebben geluid. Nu hielden we voorheen nog wel eens een microfoon bij een uitlaat, maar waar... Die doet het wel. Waar hier een uitlaat zit, dat is mijn raadsel. En burgemeester, wat is uw indruk? Als u aan de kant gaat, dan rijd ik weg. Oh, fantastisch, super. Ik heb dagen lang uit om naar boven te komen en te komen kijken, want het is echt, zeker de vakmensen, we zien de verschillen, het is super. Het ruikt helemaal nieuw.